Dit moet kloppen. Dit is de sleutel tot succes. Welkom, sterke broeders en zusters. Vandaag hebben we een interessante stelling van Plantenbak88. Hij heeft een vraag aan mij gesteld. Als jij die ook hebt, stel ze gewoon ergens in de comments of stuur me even via Insta een berichtje. Facebook, maakt niet uit. Ik ben overal te vinden. En de vraag luidt als volgt. Raymond, ik probeer al maanden vet te verliezen, maar het lukt me niet. Ik heb een dieet gevolgd, ik sport 4 keer per week en ik eet gezond. Ook heb ik de genen van mijn vader, daardoor heb ik de aanleg om dik te worden. Wat moet ik doen? Nou, Plantenbak88. Ik kan jou één ding vertellen, je bent goed bezig, want je traint 4 keer per week. Je eet gezond, fantastisch. Als ik zo'n vraag krijg over de genen, over ik heb daar aanleg voor. Bullshit. Spijt me. Ja, sommige mensen hebben wel een beetje aanleg om iets dikker te zijn. Ja, mensen hebben verschillende lichaamssamenstellingen of inderdaad een beetje de genen van de ouders. Ja, maar dat is dit. Ja, 10%. Er zijn een aantal dingen belangrijk. Ik heb het hier opgeschreven. Dit is... Kijken of ik nog een andere stift heb. Geslacht. Kan jij daar wat aan veranderen? Nee, daar kan je niks aan veranderen. Dus oké, in dat opzicht heb je gelijk. Leeftijd. Kan je daar wat aan veranderen? Nee. Kan je ook niks aan doen. Activiteit. Ja, daar kan je wat aan doen. Activiteit eigenlijk. Niveau. Activiteitniveau. Daar kan je wat aan veranderen. Ben je sportief? Ben je niet sportief? Dit is je eigen schuld. Lichaam. Dus eigenlijk, als ik het heel precies uit wil schrijven, lichaamssamenstelling. Kan je daar wat aan veranderen aan je lichaamssamenstelling? Uiteraard, daar ben je hopelijk ook mee bezig. Laatste, schildklier. Kan je daar wat aan veranderen? Ja, als jouw schildklier niet goed werkt, of jij hebt een vermoeden dat je... Ik denk niet dat jullie dit zo goed kunnen lezen trouwens. Als jij het vermoeden hebt dat je schildklier niet goed werkt, kan je daar ook wat aan veranderen. Is met medicijnen altijd op te lossen. Dus... Schildklier, mag het niet meetellen. Lichaamssamenstelling, kan je zelf veranderen. Activiteitniveau, kan je veranderen. Leeftijd, oké, kan je niets aan veranderen. Of jij nou 18 bent of 55, dat haal ik niet uit je bericht. Hoe dan ook, kan je afvallen. Ja, voor de ene kost het een beetje meer moeite als de ander, maar het is makkelijk te doen. Slaat nergens op als je ouder bent dat je niet kan afvallen. Geslacht, slaat ook nergens op. Man of een vrouw? Ja, een vrouw heeft iets minder spiermassa. Ja, voor een vrouw kost het iets meer werk. Maar goed, die hebben over het algemeen ook minder honger als man, omdat ze simpelweg minder calorieën moeten eten. Dus, als ik dit rijtje zo opsom, dit is eigenlijk de hoofdkern van afvallen. Ja, jij kan dus je schildklier laten checken. Je lichaamssamenstelling, ja, kan jij veranderen. Maar dat zijn allemaal andere factoren. Als je naar afslanken kijkt, zijn dit eigenlijk de enige 5 punten... die bij jou moeten kloppen. Natuurlijk moet je activiteitsniveau kloppen. Natuurlijk moet je goed trainen. Natuurlijk moet je goed eten. Maar dat zijn bijfactoren. Dit moet kloppen. Dit is de sleutel tot succes. Als je meer daarover wilt weten, blijf kijken naar dit kanaal. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl en ignite your fire.